Vandaag zijn er echte wereldkampioenen aanwezig op de Angela School. We zijn heel benieuwd en we gaan snel een kijkje nemen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Wij hebben vandaag een hele speciale dag. We hebben de wereldkampioenschappen robotvoetballen in huis van de Technische Universiteit Eindhoven. Best wel bijzonder. En dat is eigenlijk ontstaan door het feit dat wij een lessen geven van kleuters tot en met groep 8 over robotica, domotica en programmeren. En toen wij op een open dag van onze school dat eigenlijk aan het promoten waren van laten we eens even zien aan onze ouders en belangstellenden wat we allemaal aan het doen waren. Toen zei een van onze ouders, dan moet je eens contact opnemen met de TU. Daar ging het balletje rollen. En vandaar deze speciale dag, waarbij we dus eigenlijk best wel heel trots zijn om dit te mogen laten zien. Dit zijn voetbalrobots. En die zijn het afgelopen jaar in Thailand, in Bangkok, hebben ze die finale gewonnen. En die zijn wereldkampioen. Dankjewel. Hoeveel leerlingen gaan hier nou vandaag naar kijken, naar deze demonstratie? Vandaag zitten alle kinderen van groep 1 tot en met 8 hier. Dat is zo ongeveer 500 leerlingen van de Angela School. Ik ben op zoek naar de PSV-keeper. Dat ben ik. Ja. En wat is jouw naam? Siem. Siem. En heb je ook een achternaam? Ossenblok. Ja. En Siem, hoe was dat nou om in een goal te staan en tegen een robot te moeten keepen? Ja, hij schiet keihard, dus het is moeilijk om hem tegen te houden. Maar je hebt er wel één uitgehouden. Ja, dat is mooi. Mooi man, hartstikke goed jongen. Je hebt ook als keeper in de goal gestaan. Hoe vond je dat? Ja, dat viel heel erg tegen. Ik denk, nou dan strek je zelf uit en je zult hem wel hebben. Maar de ballen kunnen ook omhoog en de hoek in. Dus dat viel echt heel erg tegen. Ja, dus even blijven oefenen nog. Zeker weten. Hi. Hi. Hoe heet jij? Felix. Hey Felix, vandaag zijn er wereldkampioenen hier op school, hè? Ja. En wat komen die hier doen? Die komen met robots voetballen. Oh, die robots die komen voetballen? Ja. En heb jij ook gevoetbald met de robots? Ja. Ja. Wat heb je precies gedaan? Ik ging keepen. En toen had ze gescoord, maar ik had ook gekiept. Heb jij ook gekiept? Ja. En heb je een bal eruit gehouden? Ja. Je hebt ook in de goal gestaan? Ja. En hoe vond je dat? Leuk. En heb jij ook een bal eruit gehouden? Ja. Wauw, dat vind ik echt super knap, want dat is heel moeilijk hè, tegen een robot. Ja, we waren ook met 3 meisjes in de goal. Aha, met 3 meisjes, ja. En alle drie hebben ze 1 keer gescoord. Ik en het andere meisje en die andere, maar ik weet niet hoe die heet er is. Ik sta hierbij. Pam. En Pam, wat doe jij hier? Ik ben zelf student op de TU in Eindhoven. En als bijbaantje eigenlijk geef ik demonstraties met Tech United. En dan dat zijn verschillende demonstraties. Vandaag zijn we op een basisschool. En met het doel om kinderen te enthousiasmeren voor de techniek. Om hen te laten zien wat techniek is. Waar je techniek voor in kan zetten. Hoe het eruit ziet en hun enthousiast te maken. Om later misschien ook de techniek in te gaan. Toch een applausje. En wat doe jij hier? Ik ben eigenlijk alleen maar aan het zetten wat de robots mogen gaan doen. En ze beslissen zelf hoe dat ze dat doen. Maar bestuur jij die robots dan ook? Nee, ik hoef alleen maar te kiezen wat de robots hoeven te gaan doen. En wat ze dan doen, kiezen ze zelf. Maar wie programmeert die robots dan? We hebben een heel erg getalenteerd team zitten in Eindhoven. En die leren onze robots wat ze moeten doen. En het enige wat ik nog hoef te doen is op een knopje drukken. En dan kiezen de robots het zelf. Op de achtergrond zien we dus een aantal robots. En wat is er net gebeurd? Want kan je daar iets over vertellen? Want zoals hopelijk de kijker nu ook kan zien, staat daar in één keer een mannetje met een soort van klein laptopje. Wat is dat? Nou, ze hebben dus een aantal robots meegebracht. Dus niet alleen de voetbalrobots. Maar ze hebben ook een robot. Dit zijn robots die straks wellicht in de zorg een taak krijgen. Opa Gangnam Style.
Ze beschikken ook over een robothond. En dit robothond die komt eigenlijk uit Amerika van het instituut in Boston Dynamics. En die robothond die heet Spot. En Spot die rent rond. Nou, we gaan even kijken of die robot bestand is tegen mijn keeperprestaties. We zullen zien. Ondertussen gebeurt hier iets. Piet, kan jij kijken wat er ondertussen gebeurt hier? Oh, dat is... Wat zie ik nou? Dino-robot. Oh, dat is natuurlijk helemaal feest. Een dino-robot, wauw. Ja, en probeer ze nu maar eens op de bank te houden.